naar een klimaatrobuust landschap, waar duurzaam landgebruik en ook natuurherstel op zijn plek valt. Landgebruik dat niet meer is gebaseerd op snelle ontwatering en op drainage, met droogteschade zeker op de hogere zandgronden en ook overlast bij piekneerslag. Verdroogde natuur, bodemdaling en broeikasgasemissies vanuit gedraineerde veenbodems. Maar naar een landgebruik dat is gebaseerd op duurzaamheid, natuurlijke gradiënten, vasthouden van water en met biodiversiteit. Dat betekent in de lagere delen van het beekdallandschap naar hogere waterstanden. Niet alleen bij piekbuien, met dit als gevolg. Het vereist een omschakeling in het landgebruik naar natte teelten zoals lisdollen in het proefperceel van onder andere waterschap AMA's. Maar ook riet, zeggen, elzen, wilgen of naar nattere hooilanden. En daarvoor zijn allerlei ontwikkelingen gaande, zoals pilotprojecten, aangepaste machines. Innovaties en productontwikkeling, zoals bouwmaterialen van lisdollen die echt biobased zijn, echt circulair, waarin de vastgelegde CO2 voor lange tijd bijvoorbeeld in gebouwen wordt vastgelegd. Tifa-board. Hier zie je alle laagjes lisdollen op elkaar. En in de lengte doorgesneden, gekort op ongeveer 7 tot 10 centimeter. En MDF. Knappelhard. Kun je ook HDF maken. Dit is HDF aan de buitenkant. Aan de binnenkant spouwmuurisolatie van lisdollen. En aan de buitenkant weer. Hier kan je vrachtwagen overheen laten rijden hoor. Dat is, zonder bindemiddel. Water en vezels. Vis- en chipschaaltjes op tatbakjes te maken. De fabriek wordt gebouwd in Zwet aan de Oder en gaat dit produceren in Europa en wordt via Papstar in Duitsland verkocht. Er zijn nu allerlei pilots met natte teelten of polycultuur, waar het gaat om hervernatting van veenbodems. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. In Duitsland, met name door de Universiteit van Greifswald. Het is heel goed dat al die verschillende pilots en projecten lopen. Er komen uiteraard tegengestelde geluiden en we lopen tegen problemen aan. We leren van fouten, van praktische hobbels. We krijgen ervaring met verschillende gewassen in verschillende terreinsituaties. En we moeten toch wel af van het gebruik van niet duurzame fossiele grondstoffen voor bijvoorbeeld plastic. We moeten af van turf in potgrond. Oh ja, lisdollen en ook veenmos vanuit polycultuur blijken prima turfvervangers te zijn. Zo blijkt uit allerlei testen onder andere in Duitsland en ook in Nijmegen. En lokaal geteelde lisdollen als substraat voor oesterzwammen in plaats van biologisch stro dat helemaal vanuit Frankrijk of Spanje wordt aangevoerd. Werkt goed, ook al zijn er hobbels, er zijn innovaties nodig. Verbrugge paddenstoel in Erp werkt eraan. We weten dat we anders met grondstoffen en het landschap om zullen moeten gaan. Op min of meer oude voet doorgaan met op drainage gebaseerd landgebruik, dat is niet houdbaar. Zeker bij een veranderd klimaat, en zeker ook op veenbodems. Carbon credits, koolstofboeren, betaling voor het vastleggen van CO2 en het terugdringen van de emissie van broeikasgassen uit bodems, dat is een onderdeel van een businessmodel. En vergeet ook andere ecosysteemdiensten niet. Beter water vasthouden, tijdelijk bergen, meer biodiversiteit ook en een mooier landschap.